We zitten in de beklimming van de Revaar, waar de top op 1500 meter ligt met de Fransman Yvon Le Danois. Hij is lange tijd alleen bezig geweest, maar daar zijn de achtervolgers. En u herkent ze. Miller, Laverola, daar is Bouwmans, Kwalsvol, Arroyo, Robin, Dufaux. Het zijn de betere klimmers van een koers die maar 90 man aan het vertellen. Le Danois wordt bijgelopen en dan krijgen we het echte gevecht op de flanken van de Revaar. En dan blijven er ook twee mensen over. U herkent ze. Claverola, de Fransman, rijdend in het shirt van Gant. En van de Nederlandse ploeg van Peter Post is daar Eddy Bouwmans, die niet uit zijn wiel weggaat. Afgeslagen zijn Arroyo, Robin en Kwalsvol, die hier naar boven gaan. En als ze boven zijn, hebben ze 1/3 minuut achterstand op degene die aan het dalen zijn. Dalen van de Revaar is gevaarlijk. Want hier zien we Kwalsvol onderuit gaan en niet zo'n beetje ook. En hij slaat, hij heeft geen helm op, tegen die muur aan en blijft liggen. Arroyo viel over hem heen. We weten nog steeds niet wat er met de Noor aan de hand is. Misschien dat Annette u dat zo direct kan vertellen. De koers gaat verder en beperkt zich tot Claverola en Bouwmans voor de eindoverwinning. Dalen doen ze bijna samen. De Nederlander iets achter de Fransman. En dan komen we in de buurt van Aix-les-Bains. En dan gebeurt dit. Het witte stipje is Claverola. U ziet hem afremmen. U ziet nu ook waarom. Een lekke band. Nieuwe fiets van de auto. Hij erop. Maar Bouwmans is door. Ja, wat moet je? Gewoon doorrijden. En zo wint onze landgenoot. Hier komt hij in Aix-les-Bains aan. Winnaar van de Klassiek des Alpes is Eddy Bouwmans. En hij wint met 48 seconden voor Claverola. Ja, zo. Dat is